Het is tijd, 1 minuut over 12. Welkom bij het webinar, het lunchwebinar. De vierde van dit jaar. We hebben een nieuwe medewerker. We willen in ieder geval heel even gezicht laten zien. Lisa, jij staat aan volgens mij. Zo, steek even je hand op. Yes, onze nieuwe communicatiemedewerker sinds afgelopen week. Nou, scroll maar even door, Martijn. Yes, we hebben een aantal punten op de agenda. We willen straks de tijd nemen om het, jullie verder te informeren over de bekende Medicom-vinkjes die tot veel chagrijn leiden. Bart heeft daar in ieder geval al een update over. Daarna Ewout en Geert, jullie collega-projectleiders uit het noorden des lands, die de eerste ervaring hebben opgedaan met PVO's en jullie daarin willen meenemen. Martijn die neemt dan het stokje over en die zal kort iets vertellen over de handleiding voor de PVO-ervaringstest zoals we die nu hebben opgesteld en die ook op Viadesk te vinden is. En ook wat over de informatie die jullie terug kunnen gaan krijgen vanuit de, de enquêtes, de patiëntenquêtes. Vervolgens het zalwijzigingsproces en het vaststellingskader en we kijken natuurlijk weer even vooruit naar de komende meetings de komende maand. Even kijken, volgens mij Bart, kunnen we met jou van start? Dankjewel Hans, dan kan ik door naar de volgende. De Medicom vinkjes, ik denk dat ik het in dit gezelschap niet hoef uit te leggen waar het over gaat. Voor Medicom moet je om PGO toegang te activeren nog een aantal stappen zetten. Op praktijkniveau en op patiëntniveau. Nou, laat ik beginnen met het motto. Dat hele proces, zoals we dat met elkaar de afgelopen maanden, of eigenlijk al bijna een jaar gelopen hebben, dat verdient geen schoonheidsprijs. Ik denk ingewikkeld en onhandig, dat is een nog vriendelijke omschrijving van hoe we dit hebben aangepakt. Ik denk dat je op zijn minst kunt zeggen dat de oplossing van die Medicom daarvoor heeft gekozen ingewikkeld is, dat zeggen ze zelf ook. En in de communicatie is er ook wel het een en ander onhandig geweest. Er zijn wat in het verleden ook door Medicom wat instructiemails verstuurd die ingewikkeld waren en soms ook niet altijd klopten. En vanuit onze kant is het sturen van een laatste kansmail een dag voor de meivakantie misschien ook niet de meest gelukkige beslissing die ik ooit heb genomen. Dus wat dat betreft bij deze ook vanuit ons mijn excuses daarvoor. Maar goed, laten we toch even proberen vooruit te kijken van waar staan we nu en wat zijn eigenlijk de uitgangspunten van dit hele verhaal. Nou, ons belangrijkste uitgangspunt is toch dat medicompraktijken zowel op de zal blijven, zeker praktijken die de PGO-koppeling voor een deel van een patiënt geactiveerd hebben. Maar het streven is natuurlijk wel, hè, want de PGO-koppeling is geen opt-in, zoals nogal wat medicompraktijken toch dachten, hè, van ik hoef pas de koppeling pas aan te zetten op het moment dat een patiënt erom vraagt. Dat is niet zo, het is andersom. Dus je zet hem voor iedereen aan. En als een patiënt zegt, ik wil het niet, dat kan. Die mogelijkheid is er dan, kan je hem weer uitzetten. Maar het idee is toch dat je streeft naar een zo hoog mogelijk activatiepercentage. Of je daarbij altijd 100% zult halen, dat is de vraag. Maar dat is ook de vraag of dat nodig is. We zien nu in ieder geval dat de mediaan, dus het percentage wat het meeste voorkomt, onder medicomgebruikers. Het is 93,5%. Dus die zitten al. De praktijken die er werk van gemaakt hebben, die lukt het toch kennelijk vrij goed om boven de 90% te komen. Maar het gemiddelde, en dat komt vooral ook doordat er natuurlijk een aantal praktijken zijn die nog heel laag zitten, dat zit op 60-70%. Nou, op zich denken wij dat zelf activeren goed mogelijk is. Zeker met de laatste instructies die farmacarts verstuurd heeft in week 12. En veel praktijken hebben dit al gedaan. Het zij zelf, het zij met wat steun. En daar kom ik straks nog even op terug waar die steun uit zou kunnen bestaan. En er was ook heel veel onrust en chagrijn over de €75 die farmapartners in rekening zullen brengen. Nou, ik wil hier nog even benadrukken, daar hebben we gisteren ook met farmapartners nog even over gesproken, dat ondersteuning door de farmapartner service desk die is en blijft gratis. Dus een hele praktische oplossing is voor een praktijk om dat bericht erbij te pakken, het scherm te openen, vervolgens de service desk te bellen en zeggen en te vragen, neem mijn scherm even over, help me even door die stappen heen. En dan is het ook, hoor ik van verschillende kanten, in een minuut of 10 gepiept. Dus dat is denk ik, het is niet zo zodra je farmacarts ook maar om hulp gaat vragen dat je meteen een rekening van €75 aan je broek hebt.
Via de service desk is het nog gewoon gratis. Dan kan hij door naar de volgende. Martijn, als je even door wilt klikken. Ja. Nou, dus dit is de situatie van begin mei. Een grafiek hebben we van PharmaParts gekregen. Dus, ik ga ervan uit dat deze cijfers kloppen, maar ik kan ze niet verder controleren dan anders dan dat ik ze van PharmaParts heb gehad. En dan zien we dat het percentage praktijken met lage activatiepercentage dat gehalveerd is, hè, van 20% naar ruim 20% en 10%. We zien ook dat het de hoeveelheid praktijken die aan de goede kant van de streep zitten, en laten we daar nu maar even van uitgaan, boven de 50%, dat zijn inmiddels 85% van alle praktijken, dus dat is de grote meerderheid. Waar we natuurlijk nog wel wat zorgen over hebben, zijn die 200 praktijken die in de laagste categorie zitten, waarvan we weten dat er ongeveer 80 zijn, die althans volgens opgaven van PharmaPartners nog op 0% activatie staan. Dat zijn denk ik wel de praktijken waar je aandacht aan zou willen besteden. Dan kan ik door naar de volgende. Want we hadden natuurlijk een deadline op 30 april. Het goede nieuws is dat, ondanks het feit dat die deadline inmiddels voorbij is, dat er nog geen zal-doorhalingen hebben plaatsgevonden. En dat we daarover op 17 mei weer een volggesprek hebben met zowel PharmaPartners als met mij. En wat ons betreft is de pragmatische weg voorwaarts om toch even te realiseren dat ook met mij ons uitgangspunt onderschrijft dat zeker praktijken die al een deel PGO-koppeling hebben geactiveerd en soms heel vaak ook al PGO-gebruikers hebben, dat die natuurlijk niet van de zaal afgegooid moeten worden. Maar ook met mij komt er niet onderuit om te handhaven. Daar geldt natuurlijk ook een beetje het gelijke monniken, gelijke katten principe. Wij hebben vanuit Open natuurlijk ook wel eens op aangedrongen dat ze PGO-leveranciers die zich niet aan de afspraak houden, dat ze daar tegen optreden. En nu zit het aan de andere kant. En, dus mensen die echt bij herhaling niet de activatie willen uitvoeren, die zullen waarschijnlijk toch een keer een bericht krijgen van jongens, we gaan jullie nu van de zaal gooien. Het proces waarop ze dan weer kunnen worden aangemeld, dat is inmiddels ook ingericht, dus dat hoeft ook verder allemaal niet lang te duren. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk toch voorkomen dat er überhaupt praktijken van de zaal afgaan. Dat is op zich, wat ik net al zei, met die instructies van PharmaPartners het beste doen. En ik heb gisteren even gebeld met Rens Bouw, omdat we ook van verschillende kanten hoorden dat het in een aantal Roerregio's eigenlijk heel goed gelukt is om op die manier praktijken aan te sluiten. En Rens kon er nu niet bij zijn, maar als het goed is zijn collega Eline Braam nu aanwezig. En zij had aangeboden om daar kort even iets over te vertellen. Dus Eline, mag ik jou even het woord geven? Ja, tuurlijk. We hebben op basis van de rapportages die we vanuit PharmaPartners krijgen, hebben we uitgerekend hoeveel praktijken onder de 90% zitten. En deze praktijken hebben we eigenlijk het bericht dat PharmaPartners eerder had gestuurd in de Medicom inbox, hebben we nogmaals een keer via de mail gestuurd. Met iets meer uitleg. En eigenlijk is het best wel goed gegaan. We wachten nog wel op de... binnenkort krijgen we een nieuwe rapportage van PharmaPartners en dan kunnen we daadwerkelijk zien wie dit heeft uitgevoerd, die batch-aanmelding. Maar tot nu toe krijgen we niet veel vragen van praktijken en geven ze het aan dat ze de batch-aanmelding willen doen. Dus dat gaat goed eigenlijk. Ja, oké. Dankjewel, Eline. Het is goed om te horen. Mag ik heel even, Bart, voordat je verder gaat, er vragen gekomen over in de chat. En als eerste, wat Eline ook al zegt, dat op basis van een rapportage die is ontvangen van PharmaPartners, dat je van daaruit je actie gaat ondernemen. Maar Karen Tevelde die zegt dat ze dus vanuit PharmaPartners wisselende informatie krijgen. De ene keer staan ze er wel op en dan staan ze weer niet op. Dus dat is nogal verwarrend. En een tweede vraag is van wat niet helemaal duidelijk is, is hoe het zo kan zijn dat als je die activatie doet, dan zet je toch aan voor alle patiënten. En hoezo zit dat? Waar zit het dan in dat dat maar voor een deel van de patiënten is? Ja, de selectie die PharmaPartners heeft klaargezegd zou, als het goed is, voor alle 16-plus patiënten zijn. Wat wij wel merken is dat sommige patiënten aangeven dat ze op basis van de selectie die batchaanmelding hebben gedaan en dat ze dan alsnog niet op 100% zitten. Dus daar moeten we nog wel eventjes contact over hebben hoe dat dan kan. Want je zou verwachten dat ze dan wel op 100% zitten. Ja. Ja,
De tweede, denk ik, wat volgens mij zag ik daar een opmerking van Bas voorbij komen. Er is een vinkje voor de e-mailnotificatie die je volgens mij uit moet zetten. En als je dat vergeet, dan worden mensen die geen e-mailadres, waarvan je geen e-mailadres hebt, die worden niet meegenomen. Dus dat is zeg maar een reden waarom je soms dan toch op een lager percentage belandt. Nou, we zijn natuurlijk ook met farmpartners in gesprek over, jongens, kunnen we dit nou niet blijvend wat minder ingewikkeld maken? Farmpartners heeft zelf ook al gezegd, ja, we zijn het met jullie eens dat we het ook wel een beetje ingewikkeld hebben gemaakt. Ze roepen er dan ook altijd achteraan, maar daar hebben onze klanten om gevraagd. Nou, dat laten we dan maar even wat het is. Farmparts gaat vooralsnog in ieder geval door met het maandelijks klaarzetten van actuele badges. Hè? Want als je het proces nu uitvoert, er worden weer mensen 16, je krijgt misschien nieuwe patiënten. We horen ook wel van praktijken die bijvoorbeeld Oekraïners in hun gelederen krijgen, dat die ook nog niet meteen meetellen. Waardoor je niet op 100% komt, maar nogmaals, als je maar ergens in de buurt van de 90% komt, dan is denk ik iedereen ook tevreden. Maar die actuele badges, dus Farmpartners blijft iedere maand nieuwe badges klaarzetten. En ik zie nu ook dat Ewout zegt dat je ook dat automatisch bericht kunt krijgen over jouw stand van zaken. Maar Farmpartners is ook bezig met het bouwen van een duurzame oplossing. Althans, ze hebben de impactanalyse, daar zijn ze voor nu aan het uitvoeren en de prognose. En die definitieve oplossing die zou er dan toe moeten leiden dat patiënten gewoon automatisch worden aangemeld voor de PGO-koppeling. Bijvoorbeeld op het moment dat ze 16 worden. De prognose is dat in ieder geval dit jaar nog beschikbaar komt. Wanneer weten we nog niet. Daarover voert Stichting Legio's Michiel Boerkamp. Die neemt dat mee in zijn voortgangsbespreking die hij regelmatig met alle HIS-leveranciers heeft. En zoals gezegd, vorige maand hebben ze aangekondigd dat ze de impactanalyse aan het maken zijn. Dus we verwachten dat we daar de komende periode wat meer duidelijkheid over kunnen geven wanneer die oplossing komt. Dus dit wat mij betreft even over het Medicom verhaal. Mooi, dankjewel Bart. Anneke, volgens mij zijn er geen vragen meer op dit moment. Nee. Er zijn nog wat tips en ik denk ook dat het misschien aardig is om bepaalde communicatievormen op Viadesk met elkaar te delen. En Adrie die geeft nog een slotopmerking, als het structureel wordt opgelost kunnen we daar toch net zo goed op wachten toch? Het antwoord is nee. Nou ja, sowieso, dat heeft te maken met het feit dat met mij gewoon er niet onderuit komt om te gaan handhaven. De druk vanuit de PGO-leveranciers is daarvoor dusdanig groot. We kunnen wel wachten op die oplossing om uiteindelijk ervoor te zorgen dat praktijken allemaal richting de 100% activatie bewegen. Maar praktijken, we kunnen niet wachten met praktijken die op 0% blijven staan totdat die oplossing van Farmpartners is. Voor hetzelfde geld komt die er pas in de tweede helft van het jaar. En dan gaat toch met mij op een gegeven moment in actie komen en praktijken van de zaal halen. Dus als we dat willen voorkomen, dan zullen we nu toch even voor de pragmatische weg moeten kiezen. Ja, in ieder geval voor de 0%ers. Ja, zeker voor de 0%ers. Oké. Dankjewel Bart. Goed dat we hier tijd aan hebben besteed. Ik wilde eigenlijk door naar onze gastsprekers voor vandaag. En beginnen met Ewout. Ewout, we hebben jouw slides opgenomen in deze presentatie, dus je hoeft niet te klikken. Maar jij gaat ons meenemen in jouw eerste ervaringen. Ik zou eigenlijk graag wel willen klikken, omdat ik nog wat dingen in de slides heb aangepast die dan net even accurater zijn. Dus is dat oké? Tuurlijk is dat oké. Dan maken we jou even co-host. Anneke, kun je dat regelen? Dat is volgens mij op de achtergrond al geregeld. Ik had al een geheim kanaal met Martijn. Dus, als het goed is, kunnen mensen mijn slides zien. Yes. Oké, hartstikke goed. Nou, mag ik wat vertellen over onze regio? Wij hebben gekozen om te testen met 5 praktijken en 2 patiënten per praktijk. En ik heb dat gedaan omdat ik nog vrij nieuw ben in de huisartsenwereld en ik heel graag de praktijken wilde bezoeken. We hebben gekozen voor 2 PGO's, namelijk Spreker.nl en Zodels. Spreker.nl, omdat we natuurlijk ook voor de ketenzorg allerlei zaken met Topicus doen, is dat sowieso een eerste logische keus.
En Zodos, omdat daar ook in de regio met ziekenhuizen wordt getest en in Friesland, dachten we, dat is ook wel aardig om die erbij te pakken. De huisartsen die meededen in onze testwerkgroep, als het ware, of onze testpraktijken, die hebben Omnihis en Promedico ASP. Dat is ook bijna ongeveer, dat is het 55% van de populatie, als het ware, aan hissen qua aantal praktijken. Dan heb je te maken met RSP Plus als DWZA. Focus voor module 5 bij ons was die ervaring van de patiënt en het kunnen zien of gegevens ook daadwerkelijk overkomen. Dus niet zozeer het gebruik in de praktijk, maar gewoon kijken hoe ervaar je dat, lukt het en hoe volledig is dat vervolgens. En als mensen dan die test hadden uitgevoerd met het PGO en samen met een praktijkassistent of een huisarts hadden gekeken hoe volledig het was, vulden ze nog de vragenlijst van PGO on air in. Nou, globaal zijn die stappen voor module 5 hebben wij ze als volgt doorlopen. We hebben een aantal mensen benaderd die graag wilden testen. Dat was eigenlijk nog van een mail van ongeveer vorig jaar. Toen zeiden tegen mensen, we gaan een keer PGO's testen. Wie zou het leuk vinden om als praktijk om mee te doen? Nou, er zaten dan huisartsen en praktijkassistenten bij. Daar hebben we 2 sessies mee gepland, gewoon via Teams. De tweede sessie zaten er ook de 2 PGO-leveranciers bij die we hadden geselecteerd. Zijn we gewoon even stapsgewijs door dat proces heen gegaan. Praktijken hebben vervolgens patiënten benaderd waarvan zij denken, goh, die vinden het leuk om te testen. En die hebben ook wel een aardig gevuld dossier. Ze hebben vervolgens met patiënten die afspraken ingepland. Uiteraard in overleg met een soort rooster wat we hebben gemaakt van, dinsdagen en donderdagmiddagen zijn bijvoorbeeld favoriet. Doen we het op de middag, probeer je natuurlijk 2 patiënten op dezelfde dag te doen. Lukt dat niet, is ook geen probleem. Maar dat is ongeveer de opzet. Die test voer je dan uit. Dat betekent, nou, ik zal zo wat over vertellen hoe we dat hebben gedaan. Vervolgens, als we alle tests hebben uitgevoerd, dan gaan we nog een evaluatie doen met al de werkgroepleden. Nou, we zitten nu op 6 uitgevoerde tests in april. Ik ga er nog 4 in mei doen. Dus ik verwacht eind mei, begin juni met iedereen weer even samen te komen. Om te kijken van, hé, wat hebben we hier nou eigenlijk van geleerd? Om vervolgens ook met alle andere open deelnemers in onze regio die ervaringen te kunnen delen. Nou, dat uitnodigen, daarvoor hebben we natuurlijk dat informed consent wat we van Bart hebben gehad. Die zat nu inmiddels volgens mij ook op Viadesk. Die kun je wat aanpassen met waar je denkt, hey, nog een klein sausje overheen. Daar hebben we onder andere ingestopt van zorg dat je ook even je legitimatiebewijs meeneemt. Want als je DigiD-app niet gekoppeld is, dan hebben we dat ook nog nodig. Zorg dat je buitenshuis, bij je e-mail kan als patiënt, dat soort zaken. Praktijkassistent verstuurt gewoon een uitnodigingsbericht aan de patiënt in de e-mail. Wacht tot de patiënt erop reageert en vervolgens wordt die afspraak ingepland. Mocht er nog problemen zich voordoen met DigiD, dan heb ik soms even contact met patiënten over wat is wel en niet gelukt voordat de test plaatsvindt. Maar eigenlijk, alle patiënten tot nog toe is het gewoon gelukt om aan alle voorwaarden te voldoen. Nou, op de testdag zelf leg ik even kort uit hoe het eruit ziet wat we gaan doen. Namelijk de test zelf, maar ook de vragenlijst en het vergelijken van die gegevens. In principe gaan patiënten gewoon op een laptop die wij hebben meegenomen aan de slag. Dus dan is het of spreekuur of Zodos wat ze te zien krijgen. Ze maken er een account op aan en ze halen hun gegevens op met DigiD. Als hun gegevens op zijn gehaald, dan ga ik even een paar stappen terug. Dan komt de assistent erbij samen met het HIS om te kijken, een beetje op hoofdstuk als het ware, hoe volledig is dit? Zie je ook documenten? Zijn het er 6? Zijn het er 4? Nou ja, dat soort zaken eigenlijk. Niet super gedetailleerd, maar wel wetende van, is dit wel compleet? Aan het eind vullen ze dan die PGO on-air vragenlijst in. Ja, er zijn patiënten die zijn bij wijze van spreken in 20 minuten klaar met de test. En er zijn mensen die hebben een uur nodig. En ik heb mensen gehad die 80 zijn. En mensen die 23 zijn. Het is heel erg verschillend. En het is ook leuk als je iemand van de praktijk erbij hebt zitten voor die gegevenscontrole, dat ze ook wat feeling krijgen met het PGO. Dus als ze dan straks zeggen, we hebben geen portaal, maar u kunt wel gegevens raadplegen via het PGO. Dan hebben ze ook een beetje een idee hoe dat er ongeveer uitziet. Zoals ik al zei, we hebben er 6 afgerond, nog 4 te gaan. Het lukt bijna altijd om je gegevens op te halen.
kan ook best zijn dat ik heel veel geluk heb met de ProMedico ASP en OmniHIS combinatie. Hè? Dus dat vind ik altijd wel even moeilijk om te zeggen. Ik zie wel dat mensen wel wat hulp nodig hebben bij de DigiD-app. Als je die gaat gebruiken dan, en je komt bij dat QR-scanmoment, hè, dat je camera die QR-code moet scannen, dan sommige apps lopen dan vast of dan krijg je geen foutmelding en dan blijkt achteraf dat die mensen nog even hun ID-check hadden moeten doen. Sommige mensen lukt het ter plekke om dat dan te doen met die RFID-scanner. Lukt dat niet, dan is er ook nog een app voor om die mensen te helpen. Dan kun je als het ware voor hun legitimatiebewijs scannen. Maar ik moet wel zeggen, als ik die mensen allemaal geen ondersteuning hadden gehad bij dit proces, denk ik dat het merendeel zeg maar het niet was gelukt om gegevens op te halen. Met name omdat DigiD gewoon best wel een beetje ingewikkeld is voor mensen. Bevindingen, of eigenlijk de grootste verschillen tussen de twee PGO's is dat Spreekuur.nl vind ik overzichtelijk, vinden patiënten ook overzichtelijk. Dat heeft met name te maken met het feit dat je ook dingen kunt inklappen, dat je een overzicht hebt, maar als je meer wil weten, kun je het uitklappen. Het is daar niet altijd gelukt om gegevens op te halen. Wat daar de oorzaak van is, dat kan heel divers zijn. Het kan zijn dat is er toch nog niet helemaal her en der aan een bepaalde met mij standaard voldoen of andere gegevens verwachten. Bij Zodos heb ik gemerkt dat het altijd technisch werkt. Ook met de documenten, dus ook bijvoorbeeld de verwijsbrieven. Maar het is gewoon minder overzichtelijk. Je kan er heel veel mee, maar dat is misschien niet per se voor iedere doelgroep heel erg geschikt. Het leukste vond ik een patiënt die had net in zijn PGO gekeken via Spreekuur.nl. En die wilde weggaan. Toen zei de assistent van, goh, ik heb nog een briefje met u voor een aantal labuitslagen. En toen zei die meneer letterlijk, ja, die heb ik net gewoon bekeken. Dus ik hoef dat briefje niet meer. Zag iemand zo met zijn briefje in zijn hand. Oh, nou ja. Ja, en trouwens, over 2 weken als ik weer geprikt word, dan hoef ik ook niet meer te bellen, want dan kan ik het gewoon zelf ophalen, toch? En dan zie iedereen zo kijken. Ja, dat is eigenlijk ook wel waar, inderdaad. Dus dat vond ik wel erg grappig. Tips. Ja, als je test en het lukt niet om alle gegevens op te halen, meld dat dan bij de PGO-leverancier eigenlijk zo snel mogelijk. Ik heb ook al eens een mailtje gestuurd een week na de test. En dan zegt de DBZA, ja, we mogen de logging maar 3 of 2 dagen bewaren. Dus dan kunnen we eigenlijk net niet meer goed uitzoeken wat er aan de hand is. En die hele test opnieuw doen, dat lukt dan ook niet. Nou, je hebt de Check-ID-app van DigiD. Kun je dus namens iemand anders een bewijs scannen. Dus hebben ze geen telefoon met een RFID-scanner, dan kun je ze daar heel goed mee helpen. Dat heb ik toch iets van 2 of 3 keer gedaan. Als je mensen inroostert voor tests, of ik heb een rooster gemaakt, dan zou je daar bijvoorbeeld de datumprikker voor kunnen gebruiken. Dat werkt bij mij wel aardig. En het is altijd fijn om even tegen mensen te zeggen dat ze niet beoordeeld worden, dat alles mag mislukken, dat het ook mag lukken. En dat vinden ze ook altijd wel even prettig om te horen. En ik weet niet hoe het in de rest van Nederland is, maar niet iedere praktijk beschikt over een soort wifi-netwerk waar patiënten gebruik van kunnen maken. En wat ik eigen apparatuur meenam, heb ik eigenlijk bijna altijd een soort hotspot gemaakt met mijn telefoon om toch het internet op te kunnen. Maar dat is gewoon even een hele praktische tip. Ik heb wat voorbeelden erbij van berichtjes, maar dit zal achteraf ook wel met jullie worden gedeeld met van we kunnen los, nodig je patiënten uit met deze brief. Laat even weten via een e-mail aan ons dat patiënten akkoord zijn, want die akkoord dingen moet je natuurlijk even ergens bewaren, mocht er later nog gedoe overkomen. Prik die datum en dan zijn we iets daarvoor aanwezig. En ik heb mensen ook nog een berichtje gestuurd met, kijk, weet je, niet alle gegevens hoeven er te zijn, maar check van tevoren even op hoofdlijnen wat er is. Dan kunnen we tijdens de test heel snel aankruisen. Gaan we niet zoeken naar dingen die er niet zijn. Voor de rest heb ik dus gewoon data in overleg opengezet en kunnen praktijken gewoon samen met de patiënt aan de lijn een datum prikken. En dan, dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Ja. Maar ben ik nu rond. Geweldig, Ewout. Lekker pragmatisch. Dankjewel voor het delen van jouw ervaringen. Anneke, ja, volgens mij hadden we alleen over Spreekuur wat opmerkingen in de chat, maar geen vragen op dit moment, klopt dat? Nou, superleuk dat mensen elkaar informatie geven, want ik denk inderdaad dat die vraag van Spreekuur inmiddels is beantwoord. Tosca vroeg alleen nog even, als iedereen mee kan kijken via Teams, hoe heb je het dan gedaan met de privacy? Maar volgens mij ging dat over de afstemming met de werkgroepen en de praktijken, Ewout.
Ja, ik heb geen patiënten in die groep gehad in die teamsessie. Dus het waren praktijken en leveranciers. En wat betreft privacy, ja, ik heb mensen dus een account laten aanmaken. En zodra er met DigiD gegevens op zijn gehaald, heeft er iemand van de praktijk meegekeken. Dus dat ging eigenlijk prima. En kun je nog iets zeggen over de selectie van patiënten, Ewout? Nou, ik heb dat eigenlijk aan de praktijken zelf overgelaten. Met name gezegd dat dat het natuurlijk mooi is dat het zo gevuld mogelijk is. Je hebt praktijken die bijvoorbeeld al ook met die patiënten andere digitale dingen testen. Wat ik ook leuk vond, ik had iemand van een geneeskundestudent die aan de slag ging ermee. En ik had dus iemand die 80 was, maar die dan ook heel veel patiëntenportalen weer had gezien. Kijk, het is wel zo dat het helpt als je wel digitaal vaardige mensen had. Ik had geen mensen die bang waren voor een computer of zeg maar. Dus dat zorgt misschien weer voor een andere dynamiek. Maar ik had wel digitaal vaardige mensen. En het verschil tussen spreker.nl en pgo.spreker.nl is ook wel belangrijk. Eind mei dacht ik, gaat Topicus daar iets meer over communiceren. Maar als je naar pgo.spreker.nl gaat, dan kun je gewoon hun pgo gebruiken. Maar als je naar de spreker.nl website gaat, dan staat er binnenkort kunt u aan de slag met het pgo. En dan lijkt het net alsof het nog niet beschikbaar is. Ja, helder. Dank voor deze toelichting. Ja, super Ewout. Dan gaan wij verder naar Geert. Yes. Jij bent er weer een stapje verder gegaan volgens mij. En ik dacht dat jij daar ons niveau mee wilde nemen. En volgens mij heb jij ook wat slides klaarstaan, hè? Yes, ik zal kijken of ik kan delen. Ben ik goed te verstaan? Uitstekend. Oké. Als het goed is, zien jullie nu ook wat slides in beeld. Ja. Nou, Geert Helder, het project in Friesland dus. We hebben één coalitie in Friesland met 183 huisartsen aangesloten, waarbij een groep van 50 ongeveer alleen PGO's gaat inzetten vanuit het project Open. En ja, ik ga dan ook iets zeggen over uitgangspunten, testopzet, aanpak, resultaten, tips, voorbeelden. Ik ben benieuwd of de tips erin gekomen zijn trouwens, dat gaan we zo zien. Uitgangspunten, ja. Ik denk niet dat we verder zijn gegaan, maar dat we het iets anders hebben gedaan. Wij hebben in eerste instantie gekeken van hoe kunnen we het nou echt integreren in het zorgproces. En ja, wat vraagt dat dan? En dat we ook echt gekeken hebben naar specifieke use cases. Dus we hebben geprobeerd een soort praktijksimulatie te doen. In voorbereiding op het verder uitrollen. Dat hebben we eigenlijk nog steeds stiekem wel in ons achterhoofd dat we dat zouden kunnen. En daar kom ik zo nog wel even op terug. Maar iets andere uitgangspunten denk ik, online inzagen niet als doel op zich, maar gekeken van ja, wanneer heeft de praktijk er nu iets aan en wanneer heeft de patiënt er iets aan, en als de praktijk er meerwaarde van zou ondervinden, dan is het vanzelfsprekend dat je dat meer wilt gaan inzetten en dan volgt daaruit een percentagegroei. Dus we hebben gekeken van ja, maar hoe dan, en dat we dat ook wilden onderzoeken. Dat je dan dat je ook nadenkt over ja, hoe breng je dat dan in de praktijk. En omdat we eigenlijk niet op één PGO wilden inzoomen. Dus als we één PGO een leuke gadget heeft, ja prima. Maar ik wil dat die patiënt keuze heeft. Dus dan kom je eigenlijk uit op de generieke functie. En dan wordt het al een uitdaging om passende use cases te vinden. En dan hou je eigenlijk maar een paar over. Tenminste, waar we tot nu toe uitgekomen waren. En eigenlijk kwam de belangrijkste gewoon vanuit de praktijk zelf. We hadden de praktijk gevraagd om daar zelf eens over na te denken. Van hoe zou je hier iets aan kunnen hebben? En toen kwam eigenlijk als eerste naar voren vanuit de assistentengroep. Maar ja, wij hebben best vaak dat we nu patiënten laten terugbellen als ze een vraag gesteld hebben. In verband met COVID laten we ze lang niet allemaal naar de praktijk komen. Dus we vragen de huisarts voor het antwoord. Die schrijft het in de P-regel. En wij lezen dat praktisch gewoon voor. Dus wat nou als we in plaats van dat voorlezen en dat doorgeven het PGO inzetten? En dan scheelt dat ons druk op de telefoon. En dan heb je dus eigenlijk online inzage, wat overigens ook voor portalen kan werken, als alternatief voor een terugbelafspraak. En dat scheelt druk op de telefoon. En voor de patiënt is het fijn, want die kan het op een tijdstip doen wanneer het hem uitkomt. Hij hoeft niet in de wacht te staan, hoeft niet binnen bepaalde tijdstippen te bellen.
Dus dat is eigenlijk degene waar we eigenlijk als eerste mee aan de slag zijn gegaan. En een andere goede tweede die in de gesprekken die ik met alle praktijken gevoerd heb, toch vaak terugkwam, is van ja, als ik een advies heb gegeven tijdens een consult, soms zijn het complexe adviezen of plannen of voor een bepaalde doelgroep, misschien wat oudere patiënten, is het wel fijn dat ze het zouden kunnen teruglezen. En dat kan weer effect gaan krijgen op de therapietrouw. Je kan het dus mee laten lezen door een dochter of een partner. Dus dat lijkt ook nog steeds wel een interessante. En ook praktijken geven het aan dat ze dat wel willen. En ik ga even kijken waar we nu naartoe gaan, naar de aanpak. Dat heeft ons eigenlijk een bepaalde focus gegeven. Terwijl we in de afgelopen zomer hebben we heel veel PGO's bekeken. Gekeken wat kun je er en staat alle informatie erin. Dat viel best wel tegen, hebben we met z'n allen gemerkt. En met deze focus in ons achterhoofd konden we inzoomen op een klein deel van de informatie die in een PGO komt. Waar we de eerste focus op leggen, namelijk de P-regels, recente adviezen. Want dat is wat je wilt nalezen als je een vraag gesteld hebt of je wilt je labuitslag weten. Dan wil je, dat staat normaal gesproken in de P-regel. Dus we konden daar een beetje de focus op leggen. Eerst met de praktijk, als je kijkt naar de aanpak, hebben we dus de use cases verzonnen samen. Bij de uitvoering is de assistenten vervolgens op zoek gegaan naar interessante patiënten met enigszins digitale vaardigheden die een vraag hadden die niet te urgent was, waardoor een PGO eigenlijk ongemakkelijk was in het proces, want dan moet je allemaal dingen doen voordat je een antwoord kan lezen. Dus daar wel geschikt voor was. Die patiënten zijn geïncludeerd. In eerste instantie was dat via de telefoon of een contact aan de balie. Later, toen we daar een beetje ervaring mee hadden opgedaan, hebben we ook gewoon een poster in de wachtkamer opgehangen. Kleine versies gemaakt in de vorm van een flyer die op de spreekkamers kwamen te liggen en op de balie. Assistent is in elk mailtje wat ze stuurde, heeft ze een korte uitnodiging gezet in de handtekening. Als een patiënt daarop inging, dan werd er een toestemmingsverklaring gestuurd, ook in verband met de AVG, zodat we een enquête mochten mailen. En dat we achteraf ook nog een interview konden doen. En hebben overigens in de enquête ook nog een keer gevraagd, vind je dat nog steeds goed als we bellen? En tenslotte hebben we daar een verslag van gemaakt voor de praktijk, maar ook eentje die we kunnen delen met collega's. En daar was PGO ONR bij betrokken. En Plut & Partners als onderzoeksbureau. Dus dat wordt dan ook weer gedeeld met andere PGO-leveranciers. Nou, dan heel concreet, waar en met wie? Uiteindelijk hebben we dat eerst met één praktijk gedaan. We hebben er nog een paar praktijken in de stijgers die ook een soortgelijk onderzoek willen doen. En in feite mogen alle praktijken die dat willen, met ons daarvoor inschakelen om wat ervaring op te doen voordat ze het breed communiceren. Maar in dit geval één praktijk, in eerste instantie één assistente en één huisarts. Dat ging om Medicom. In de eerste fase hadden we Zodos erbij betrokken. En waarom Zodos? We hebben eigenlijk gekeken, ook in de regio, van waar kijken ziekenhuizen naar, waar kijkt GGZ naar, waar kijkt de geboortezorg naar, welke PGO's hebben zij in beeld. En we hebben ook gekeken welke PGO's faciliteren nu eigenlijk onze wens om recente adviezen makkelijk terug te kunnen vinden. En eigenlijk was de eerste conclusie dat is er geen één. En toen hebben we eigenlijk feedback gegeven aan verschillende PGO-leveranciers die al een beetje in beeld waren. En Zodos was als eerste die daar een concrete aanpassing op gemaakt heeft. En toen ik de PGO's opnieuw ging voorleggen, heeft de praktijk dat PGO dus uitgekozen van ja, maar daarmee wil ik dit wel aangaan. Want de kans dat het een patiënt gaat lukken om dan zijn recente advies terug te vinden is gewoon hier het grootst. En bij de anderen is dat gewoon te klein. Dus dan gaan patiënten misschien alsnog bellen. Terwijl we de druk op de telefoon wilden verminderen. Dus we hebben daar wel wat slagen in kunnen doen. Ook Drimpy kon later aanhaken, want die had ook aanpassingen gemaakt. En in eerste instantie hebben we gekeken naar de zorgvragen en de antwoorden die ik net schetste. Maar
Later hebben we ook wat nadrukkelijker de labuitslagen erbij genomen. Met name omdat labuitslagen, er zit altijd een tijd tussen. Je hebt een aantal dagen dat een patiënt dat PGO kan installeren of inrichten. En dan zit er iets minder druk op. Wat ik al zei, PGO en Airplut en partners die mee hebben onderzocht aan de hand van een vragenlijst en interviews. We hebben wekelijks een contactmomentje gehad met de praktijk. En met deze praktijk heb ik zelf tussentijds ook wel vaker nog contact gehad. Maar gewoon even een beetje wakker te houden, want het verzandt wel weer makkelijk soms. Dus dan ben je 2 weken verder en dan blijkt dat er geen 1 patiënt is geïncludeerd voor het onderzoek. Dus daar hielden we gewoon even contact. En soms moesten we gewoon wat instructies wat bijstellen of iets nieuws verzinnen om het onder de aandacht te brengen. En elke fase heeft ongeveer 6 weken geduurd. En in totaal hebben we zo'n 20 tot 30 patiënten betrokken bij dit onderzoek. En we hebben eigenlijk vanuit de praktijk gewoon laten sturen van, nou, nodig de ene patiënt in fase 2 uit voor Zodos en de andere patiënt voor Dreampy, zodat we in ieder geval de enigszins controle hadden over met welke PGO's we ervaringen gingen ophalen. Dus dat is, denk ik, in hoofdlijnen hoe we dat hebben opgezet. Nou, wat is er dan uitgekomen? Uiteindelijk wat ik het meest waardevol vind, is dat de praktijk gewoon tevreden is over hoe dit is gegaan. En ze hebben vertrouwen kunnen opdoen. Ze hebben werkprocessen kunnen bijstellen van, nou, oké, wat vraagt het eigenlijk van ons in onze dagelijkse uitvoering? En ze hebben ertoe besloten, dat heb ik ze niet gevraagd, maar dat hebben ze zelf gezegd, van, nou, wij gaan het gewoon communiceren aan al onze patiënten. En daarbij geven ze wel een advies van, nou, probeer het met Dreampy of Zodos. Maar je kan ook naar pgo.nl gaan en iets anders uitkiezen. PGO-leveranciers hebben dus gaandeweg feedback verwerkt. Zodos in dit geval, Dreampy, maar ook Qli als PGO. Wat ik nog niet had gezegd, maar ja, impliciet misschien een klein beetje, is dat we hebben ook andere PGO's al overwogen, maar niet alle PGO's gaan alle zorgdisciplines ontsluiten. En in eerste instantie was bijvoorbeeld Spreker.nl was officieel nog niet beschikbaar voor patiënten, nu ook nog niet, maar ik had ook het idee dat ze toen met name gericht waren op de huisartsengegevens. En dat vonden wij met de ziekenhuizen in aantocht eigenlijk wel onhandig als wij dan een PGO zouden suggereren naar patiënten, als een praktijk daarvoor zou kiezen. Wilden we wel proberen om te voorkomen dat dat dan een PGO is dat bijvoorbeeld later niet met ziekenhuizen koppelt of met de GGZ. En, dus daar hebben we ook een beetje rekening mee proberen te houden. En wat ze hebben gedaan is dus recente adviezen beter zichtbaar te maken. Dus we hebben gezegd van, joh, als je dan je huisartsgegevens hebt opgehaald, zorg dan dat gewoon direct de laatste 5 contacten of adviezen in beeld zijn. En wat we ook gevraagd hebben, er is een concept verbind met mij. Ik weet niet of iedereen dat kent, maar de basis is eigenlijk van, je geeft als praktijk een link aan de patiënt. En daardoor hoeft hij niet meer te gaan zoeken. Volgens mij gaat er een telefoon hier. Ja, net al laat. Excuus. Zo. Dus een verbind met mij is een concept dat ervoor zorgt dat je je praktijk niet hoeft op te zoeken in een PGO. Alleen gaat het uit van alle PGO's, mits het operationeel is, en dat is het nog niet. En wij hebben deze PGO-leveranciers ook gevraagd van, kun je nou niet gewoon voor jouw PGO, voor deze praktijk, een directe ingang geven? En dat betekent eigenlijk dat we het proces iets hebben vermakkelijkt. En dat wilden we ook omdat we juist wilden voorkomen dat een patiënt er niet in slaagt om zijn recente advies te vinden. Dus als hij zijn praktijk niet meer hoeft op te zoeken en hij hoeft dat advies niet meer te zoeken, nou, dan is de kans weer wat groter dat dit goed gaat. En we hebben de leveranciers ook gevraagd van, geef ons nou gewoon een handleiding, stapsgewijs, voor patiënten die dat nodig hebben en wenselijk achten. Met in het achterhoofd die recente adviezen waar we naartoe willen. En ook die praktijklink daarin verwerkt. Dus die hebben we ook gekregen. Dus dat is handig, vinden wij in ieder geval. En dan heb ik nog een aantal voorbeelden. Ik heb ze niet allemaal in beeld gebracht, maar die kan ik later wel beschikbaar stellen. We hebben een poster gemaakt, een flyer. Die toestemmingsverklaring, vragenlijst. We hebben dus een eigen vragenlijst gemaakt
deels wel aangevuld vanuit wat PGO-NR al gewend was, maar ook gewoon met onze eigen focus daarin verwerkt. En die uitleg e-mail over als een patiënt wil deelnemen van wat stuur je hem dan? Welke informatie stuur je hem dan? Hoe leg je het nog verder uit? De handleidingen zijn er. En we hebben ook een verslag van het ervaringsonderzoek opgeleverd gekregen. Dus dat is op zichzelf ook wel interessant. Er staan wel interessante quotes van de patiënten in. En één zorg die wij in de regio hadden, was als je de druk op de telefoon wilt verminderen en je geeft iemand een PGO. En dat PGO geeft als het ware heel veel nieuwe vragen voor de patiënt. En daarmee gaat hij terug naar de assistent. Dan bereik je je doel niet. Dus we wilden het eigenlijk graag onderzoeken van de 100 patiënten. Hoeveel lukt het nu zelfstandig om dit PGO in gebruik te nemen? En hoeveel komen alsnog met vragen bij de praktijk? En hoeveel mensen hebben nog hulp nodig van de PGO-leverancier en dergelijke? Dus dat was het uitgangspunt ook wel van het onderzoek. Maar de praktijk heeft geconcludeerd van ja, eigenlijk hebben wij van geen één patiënt nog aanvullende vragen gekregen. Dus daarin, ja, dat hebben ze ook uitgedragen naar andere praktijken. Van ja, daarin is onze ervaring in ieder geval heel positief. En uitmondend in een brede communicatie naar patiënten. Dus wat voor ons helpt dat wel. Dat geeft ons als mij als projectleider ook een beetje enigszins gerust gevoel van ik kan dit wel uitdragen naar andere praktijken. Van ga het gewoon proberen. En we hebben eigenlijk voor praktijken nu een soort route uitgestippeld. Die heb ik hier niet bijgezet in de presentatie. Maar dat we zeggen van ja, eigenlijk een soort 4 of 5 stappen. Stap 1 van test het überhaupt of het werkt voor jouw praktijk met een dossier van een bestaande patiënt. En ga dan bijvoorbeeld ervaring opdoen met 20 à 30 patiënten. Daar kunnen we mee helpen. Maar die stap mag je ook overslaan. Ga het dan gewoon communiceren en ga kijken waar het, ja, waar je strandt. En vervolgens gaan we kijken van ja, wat hebben we nu bereikt? Wat zouden we nu nog meer met PGO's kunnen? En daar hebben we wel een lijst van ideeën en plannen. Maar het is maar de vraag of we daar echt aan toe gaan komen dit jaar. Dus kort het voorbeeldje. De poster die hebben we ingezet is een bewerking van een document wat volgens mij ook gewoon op pgo.nl staat. Maar met onze eigen draai daar een beetje aangegeven, ook weer de focus op die recente adviezen. En nou ja, een simpel toestemmingsformulier hebben we gewoon met Google Forms gedaan. En waarin we even bevestigen dat de toestemming is om de patiënt te benaderen voor een enquête en een interview. En een vragenlijst, die is vrij uitgebreid. Dus die mogen jullie hebben, maar volgens mij heeft Open inmiddels een mooie vragenlijst in wording. Dus ik denk dat dat verder goed is zo. Dus ik denk dat ik het hiermee kan afsluiten. Fantastisch. Geert, dankjewel. Heel helder verhaal. Volgens mij bijna vraag, een opmerking van Tosca over de vragenlijsten. En ik denk, Martijn, dat jij daar in jouw volgende onderwerp nog even terugkomt. Als je ons kort meeneemt in wat we nu hebben rondom de handleiding om de PGO-test te kunnen gaan doen. Geert en Ewout, heel hartelijk dank voor jullie uitgebreide toelichting. Fijn om dit te horen zo. Dankjewel. Ja, zeker. Hartelijk dank voor jullie mooie voorbeelden. En ik moet ook zeggen, ook wel interessante verhalen. Leuk om te horen dat het zo goed verlopen is. En voor mij ook een mooie kans, een bruggetje eigenlijk naar deze slide. Die voor een hele hoop van jullie al wel bekend voor zal komen. Dit is namelijk een belangrijke pagina uit het document, de handleiding PGO ervaringstest, zoals we die hebben opgesteld. Ik denk dat je in de voorbeelden van Ewout en Geert precies kan zien op welke onderdelen zij eigenlijk gefocust hebben om in hun eigen regio dus een PGO ervaringstest vorm te geven. En de vraag van Tosca sluit daar denk ik mooi bij aan. Want de PGO ervaringstest is iets waarvan wij denken vanuit het open programma dat het misschien voor iedere praktijk heel relevant kan zijn. Maar afhankelijk van de keuze die je hebt gemaakt wat betreft de modules die je in het kader van het open programma uitvoert, zijn ze dus ook gedeeltelijk verplicht om de module te kunnen invullen. In het document wat op Viadesk is geplaatst, hebben we daar een overzicht van gegeven. We hebben daarin een onderscheid gemaakt tussen deze 3 tests of onderdelen die je zou kunnen organiseren. En ook aangegeven in hoeverre dat dus verplicht is voor de verschillende keuzemodules.
Dit document staat op Viadesk voor in de werkgroepen van de keuzemodules 3, 4 en 5. Is het al aan bod gekomen? Ik vind het alleen belangrijk om even aan iedereen te laten zien. Want het is natuurlijk ook mogelijk dat je of geen keuzemodule hebt of toevallig nog niet op de hoogte was van het bestaan van dit document. Je kunt het vinden op Viadesk. Het staat hier. Ja, ik heb even een screenshot gemaakt van waar we het hebben neergezet. Dus bij het onderdeel direct naar, daar zie je de vier puntjes. De meest linkse is de handleiding, dat is het bestand waar dit verder wordt uiteengezet. In deze slides heb ik ook een directe link opgenomen. Dus als je dit eventueel later opent, kun je ook via deze directe link naar Viadesk in deze omgeving. Dus dat zou ik ook graag zeker iedereen aanbevelen. Je ziet daarnaast ook meteen dat daar de inventarisatie staat van de huidige plannen. Denk daar nog even aan, met name voor de projectleiders van de keuzemodules. Dat zijn we bijzonder geholpen om alvast op de hoogte te zijn van jullie plannen. Tot zover dit gedeelte. Wat ik wel ook meteen nog even liet zien is vers van de pers. Namelijk, dit is wat je hier ziet is een dashboard wat we aan het bouwen zijn. Want die vragenlijst inderdaad die we inmiddels hebben opgesteld, die geeft natuurlijk allerlei inzichten. En op het moment dat de patiënten al die vragen hebben beantwoord, dan geven we die natuurlijk aan jullie. Maar we willen jullie ook helpen met het maken van dashboards, zodat die overzichten van de resultaten goed beschikbaar worden. Wat je hier ziet is een printscreen van de eerste versie. Dit is een optelling van 6 PGO-ervaringstesten die zijn ingevuld door de verschillende patiënten. En we hebben dan van een aantal vragen dus de resultaten weergegeven. Je ziet dus een bovenste rij met de kans dat ze de PGO zouden aanbevelen op de schaal van 0 tot 10. Maar ook in hoeverre het gelukt is om daadwerkelijk de gegevens binnen te krijgen of de gegevens voldoen aan de verwachting en volgens de patiënt geen fouten bevatten. Daarnaast hebben we een aantal andere vragen gesteld. Die kunnen jullie allemaal terugvinden in de vragenlijst die daarvoor beschikbaar is. In dezelfde Viadesk-omgeving als ik daar juist liet zien. Ik kan me voorstellen dat dit misschien een beetje overweldigend is en nogal veel informatie in één keer. Ook dit komt gewoon jullie kant op. Ik wil het alvast laten zien, zodat jullie ook weten wat je kan verwachten vanuit de ondersteuning van het Open Programmabureau. Sorry. Hans. Ja, nee, er waren geen opmerkingen, dus dan kunnen we deze afronden en dan kan je inderdaad door naar de volgende partij springen. Ik had nog een vraag over. Mooi dat we een dashboard hebben en die vragenlijst. Ik was even benieuwd, want we kijken dus nu naar een aggregatie van data op regioniveau, hè? Dus van de test van één regio. En maken jullie dan ook een dashboard van landelijk, zodat je ook je eigen regio kan vergelijken met het landelijk resultaat? Wat je hier inderdaad ziet is op dit moment gewoon nog alle op dit moment volledig ingevulde PGO-ervaringstests. Maar je kan dit straks, je kunt doorsneden krijgen per coalitie, je kan doorsneden krijgen per HIS, doorsneden krijgen per PGO. Dan kan je je voorstellen dat die laatste misschien nog wat gevoelig kunnen zijn. Dus we zijn even nog zoekende, maar ja, wat is de juiste manier om dat beschikbaar te stellen? Zeker, dus antwoord op je vraag is ja. Je krijgt het op een zodanige wijze aangeboden dat je je eigen doorsneden kan maken en ook je eigen regio met het landelijke resultaat kunt vergelijken. Super. Ik wil daar graag nog even iets op aanvullen. Mark, want jouw vraag is een mooi opzetje voor iets wat we graag nog even kwijt wilden. Om die doorsneden goed te kunnen maken op praktijk en op regioniveau is het wel belangrijk dat de patiënten de juiste gegevens meekrijgen die ze daarvoor moeten invullen. Wij willen je natuurlijk heel erg stimuleren om zoveel mogelijk gebruik te maken van deze vragenlijstmodule. Ten eerste omdat het makkelijk is natuurlijk, maar ten tweede omdat we daarmee ook gegevens kunnen vergelijken. Maar het is bijvoorbeeld wel heel handig dat je patiënten voordat ze die vragen gaan invullen even de AGB-code van de praktijk meegeeft. Want dat is namelijk voor ons een noodzakelijke voorwaarde om op praktijkniveau overzicht te kunnen maken. Ja. Dus die tip wou ik jullie graag nog even meegeven. Goeie toevoeging, dankjewel Bart. Ik zal ervoor zorgen dat in het slide deck dat we het later beschikbaar stellen, dat we even een slide toevoegen waar we dit nog even erbij zetten. Zowel de link naar de vragenlijst als deze tip zal daarin in ieder geval goed worden opgenomen. Oké, mooi. Kunnen we door. Top, ga ik door. We wilden namelijk ook iets vertellen, een update over iets waar we volgens mij ook al wel een aantal keer met elkaar over gesproken hebben. Namelijk, hoe zorgen we er nou voor dat al die wijzigingen, die natuurlijk gewoon vrij veel voorkomen in de huisartsensector, dat die nou daadwerkelijk goed worden verwerkt, ook als het gaat om de registratie op de ZAL. Enerzijds natuurlijk omdat het een open verplichting is, maar nog veel belangrijker om ervoor te zorgen dat iedere patiënt die ook daadwerkelijk die toegang met een PGO tot het huisartsendossier blijft behouden.
We hebben daarover al een aantal keer met mij een overleg gestart. En inmiddels is ook bij hen doorgekomen hoe belangrijk en hoe groot deze uitdaging voor ons is. En met name dat het natuurlijk voor ons belangrijk is dat na 31 december, als ons programmabureau niet langer bestaat, dat dit goed georganiseerd is. Op dit moment hebben we daarover een aantal overleggen met hen gepland. Om vanuit die echte use cases of de gevallen die dus in de praktijk kunnen voorkomen. En dan denk ik aan de verschillende wijzigingen die zich dus daadwerkelijk voordoen. Om die met elkaar door te nemen, te bekijken welke partijen erbij betrokken zijn. En er zeker van te zijn dat we op het juiste moment ook het signaal kunnen laten afgaan. Dat er ook richting met mij en richting de zal een actie nodig is. Om dus online inzage via PGO's te continueren en dat te waarborgen. Wat ik even nog onder de aandacht wil brengen is dat wat we ook nog even doen is ervoor zorgen dat we het worst case of de rampenscenario afdekken. Namelijk, wat gebeurt er nou als er een wijziging plaatsvindt die relevant is voor de MapMy-registratie, maar die niet op tijd is doorgegeven en het eigenlijk echt mis zou gaan? Wat ik dan denk is, waarschijnlijk gaan er dan OESI-middelen sneuvelen, maar hoe zorgen we er dan toch voor dat we dit zo snel mogelijk kunnen fixen? Dus goed voor jullie om te weten, dit is de manier waarop we er naar kijken. We houden jullie hiervan op de hoogte, maar ik vond het belangrijk om te laten weten dat dit nu echt daadwerkelijk opgepakt is en wordt, zodat we dus er vertrouwen in hebben dat we na 31 december 2022 hier een structurele oplossing voor hebben. Zodra er natuurlijk meer bekend is, met name bijvoorbeeld ook over de rol die het zorgadresboek zou kunnen spelen, brengen we jullie daar opnieuw van op de hoogte. Okay. Ik heb nog steeds geen vragen, dus volgens mij kan je door. Mooi, dan ga ik dat ook snel doen. Nou, naar het laatste punt. Wat ik ook nog even onder aandacht zou willen brengen, tenslotte, is het vaststellingskader. Want we hebben natuurlijk nog ongeveer 7 maanden te gaan. En op het einde van het open programma, en zal het zeker zo zijn dat er een vaststellingsaanvraag richting DUSI en VWS zal moeten worden gedaan. En in de tussentijd wordt het natuurlijk steeds relevanter om duidelijk te hebben wat daar precies voor moet worden ondernomen en wat daarbij komt kijken. Goed is om te weten is dat dit een samenspel is tussen ons als programmabureau, VWS en DUSI. En dat wat ons betreft de eerste nadere concretisering kan plaatsvinden zodra de nieuwe beleidsregel VIP open de lijn ingaat. Dus dat wil zeggen dat die eigenlijk ambtelijk volledig beoordeeld is, ook door subsidiejuristen, en dat het alleen nog een kwestie is dat ook de ambtelijke en politieke top hun akkoord moet geven op die beleidsregel. Dus we wachten niet helemaal tot publicatie, maar we gaan echt met elkaar aan de slag vanaf het moment dat we dat akkoord hebben. Het is een klein risico, maar het wel een wat we bereid zijn om te nemen om wat sneller ook iets met jullie te kunnen delen. Wat we in de tussentijd al hebben voorbereid is de vraag welke dossiervorming is nu daadwerkelijk nodig om ervoor te zorgen dat je aan het einde van het verhaal dat vaststellingsverzoek op een goede manier kunt doen zonder te veel uiteindelijk administratieve last die daar dan bij jullie voor zou komen kijken. Wat ik daarover kan zeggen is het volgende. In de nieuwe beleidsregel hebben we de conclusie uitgetrokken dat de dossiervorming met name gericht zal zijn op het inhoudelijke resultaat. De type subsidie VIP, wat VIP open is, focust dus echt daarop. Met andere woorden, zijn de keuzemodules waarvoor subsidie is aangevraagd, zijn die uitgevoerd en is het bijbehorende resultaat behaald? Daarvoor wordt dus ook naar de toetsingscriteria van de keuzemodules gekeken. Er is 1 toevoeging daarop, namelijk in artikel 19 van ons beleidsregel staan nog een aantal andere resultaten omschreven die met documenten moeten worden aangetoond. Belangrijk is dus in ieder geval dat er niet zozeer gekeken wordt naar een soort van financiële administratie. En vanuit daar wordt gekeken van kloppen de uitgaven, maar er wordt vanuit de andere kant gekeken. Zijn de resultaten waarvoor subsidie is aangevraagd, zijn die eigenlijk behaald? Dus veel meer vanuit een inhoudelijke focus. Goed, daarbij om aan te merken is, op het moment dat je dus meer dan 125.000 euro subsidie hebt ontvangen, zal een accountant dat ook moeten bevestigen. En ook die bevestiging en die controle zal dus met name inhoudelijk georiënteerd zijn. Opnieuw dus of het resultaat is behaald. Een van de belangrijke onderdelen van het resultaat is dat iedere praktijk die deelneemt aan het open programma geregistreerd is op de zal bij MetMij. En daarmee dus een patiënten online inzage geeft via PGO's. En de deadline die van tenminste 95% die origineel op 31 augustus 2021 was, die zal zeker en vast worden verlegd op 30 juni 2022. Maar dat zal dan op dat moment ook wel echt een harde deadline zijn. Dus dan vanaf dat is echt een datum waarop die 95% moet zijn gerealiseerd.
Wat wel ook is afgesproken, is dat er een soort van historische analyse plaatsvindt vanwege het aantal praktijken wat eventueel in een mutatie zou kunnen zitten. Dus dat mag geen roet in het eten gooien als je al geregistreerd stond, maar vanwege een mutatie misschien even niet zichtbaar bent of er is iets aan de hand, dan kunnen we dat in ieder geval meetellen en dat wordt dan opgelost. Dat zijn even, denk ik, een aantal belangrijke dingen om te weten. Als we nog even kijken naar wat is er dan totaal nodig aan de dossiervorming, verwachten wij dat er een 13-tal documenten nodig zal zijn. 14 van die 13 verwacht ik dat we vanuit het Open Programmabureau kunnen aanleveren. En wat dan rest bij de regio's zal zijn een vorm van een activiteitenverslag en overzicht van een financieel overzicht als het gaat over de totale uitgaven, dus de totaalbedragen. En mogelijk nog iets met betrekking tot een tevredenheidsonderzoek van module 2. Dat zou onderdeel kunnen zijn van het activiteitenverslag. Dus om die reden denk ik dat wij 11 van de 13 documenten kunnen verzorgen, maar er nog 2 bij de regio's terechtkomen. Je kunt het vergelijken als een vooringevulde belastingaangifte. Zo gaan we het proberen te doen. Dus dat we alles opleveren hoe wij denken dat de stand van zaken is. Dus jullie even controleren en dan kunnen doorzetten naar DUSI. Zodra dit echt vast georganiseerd is en is weggezet, zal ik samen met een collega van DUSI hier een presentatie over geven voor jullie allemaal. Mooi, perfect. Anneke, waren er nog vragen? Ja, met betrekking tot tot jouw verhaal over de accountant. Mariska vraagt dat de accountant dan naar de financiën kijkt en niet per se inhoudelijk. Kun je daar nog een toevoeging, een uitleg aan geven, Martijn? Ja, het is dus zo dat de accountant zal dus in principe naar die 13 documenten kijken, plus de kleine aanvulling die er dan nog is. En daarmee vaststellen eigenlijk beoordelen of je voldoende betrouwbaar op basis van die dossiers, van dat dossier kan zeggen dat de subsidieverplichtingen zijn bereikt of dat daaraan is voldaan. En aangezien dus die subsidieverplichting niet zozeer ligt op een financiële verantwoording, maar ligt op een inhoudelijke verantwoording, zal die accountant dus toch echt wel meer vanuit de inhoud van het open programma en vanuit de resultaten van de keuzemodules en van artikel 19 beoordelen of daar sprake van is. Dus of voldoende betrouwbaar kan worden kan worden gezegd op basis van het dossier dat de behaalde resultaten kloppen, dat die daadwerkelijk zijn behaald. Ja, volgens mij is het goed in deze herhaling. Even kijken. Ja, en dat van die 13 documenten, dat komt natuurlijk nog aan bod, vanzelfsprekend. Precies, we hebben er bewust voor gekozen om dat nu even niet te doen, omdat dat misschien ook weer meer verwarring kan geven. We hebben soms voor een titel van een bepaald document gekozen en een omschrijving daaronder, dan krijg je en heel veel tekst op een slide. En dan zouden we ze eigenlijk één voor één moeten doorlopen. Dat wil ik liever doen op het moment dat ik ook zeker weet dat dat de juiste documenten zijn die in het dossier voor me passen. Ja, en dat zal waarschijnlijk bij, hopelijk het volgende webinar zijn. En hopelijk dan ook samen met DUSI. Maar goed, zodra we dat zeker weten, dan informeren we jullie erover. Dan kunnen we gelijk door naar het doorkijken voor de komende tijd. Ja, hoe heet het? Dus nog even één korte vraag of de deadline van 30 juni ook geldt voor de medicompraktijken. Volgens nog is het antwoord op ja. Okay. En de tarieven voor een accountant lopen sterk uiteen. Is hier een richtlijn voor? Dus ook altijd een... Daar kan ik ook één ding over zeggen. We hebben de... er zijn dus 2 dingen relevant. 1 is, wat moet de accountant nou precies doen? Dus op dit moment denken wij dat die uiteenlopende kosten ook komen, omdat we nog niet voldoende concreet hebben benoemd, wat is nou de taak voor de accountant? Ik moet volgen uit het accountantsprotocol wat DUSI beschikbaar zal stellen. Dat kan dus pas als dit verhaal is afgerond, wat ik zojuist had gezegd. Dus dat is even nummer 1. Nummer 2 is, met de LAV zijn we hierover in gesprek, om daar inderdaad een soort van redelijk, te kijken wat een redelijk bedrag zou kunnen zijn, om jullie daarin te adviseren. Vervolgens is het wel echt aan je eigen accountant in je eigen regio om daar invulling aan te geven. Oké, prima. Bijna 12 uur. In mei staat een aantal werkgroepbijeenkomsten gepland. Die zal voor iedere werkgroep deelnemer, denk ik wel. Duidelijk zijn ze dan al op Vierdesk. Het volgende lunchwebinar is eind juni, de laatste donderdag van juni, 30 juni. Wellicht samen met DUSI, maar dat zullen we jullie nog laten weten. Dat is welsprekend. Voor nu, iedereen heel erg bedankt voor tijd en aandacht. Geert en Ewout nogmaals dank. En graag tot de volgende keer.